Hallo mensen, welkom bij de zesde aflevering van Minecraft Survival PvC Games. Vorige keer waren we bezig met de mob farm en daar wil ik gewoon weer mee verder. En ik had off camera nog superveel gedaan aan superveel cobblestone gemined. Oh, daar is dat. Dus dat wil ik nu gebruiken voor de mob farm. Even dit hout omhakken. Dat hebben we ook nodig voor de trapdoors. En het regent nog steeds. Super beroerd. Wat drinken hoor. Zo. Wat gaan we doen? We gaan het eerst even één laag hoger bouwen. Zo. Voor de trapdoors en het water. Op het onderste laag moet water op trapdoors. Het is niet hoog genoeg als je één hoog doet. Oh ja, hier moet ik. Oh ja, ik dacht ik heb mooi 5 stacks, want je hebt voor elk plateau een stack nodig. En een 5 stack dacht ik voor de muren, alleen die moet ik hier allemaal voor gebruiken. Oh, volgens mij ga ik niet genoeg hebben. Heb ik niet genoeg. Maar ja, dan moeten we even wat bijhakken. Zo, die twee erbij. Zou ik dat? Nee, ik ga het niet doen. Te veel risico. Vol. Te veel risico. Vol. Nee, weet je, ik blijf gewoon doorbouwen. Oké, gaan we nu hier eerst een plateau maken. Dat moeten we overal doen. Dit kost wel heel veel tijd. Eén granado. Oké, daar nog één. En nu naar rechts. Ik ga die boom denk ik ook gewoon in de fik steken. Het is veel te veel werk om hem helemaal te kappen. Zo. Dan doen we die even dicht. Oké. En bedankt voor het liken op de volgende video. Blijf liken, dat is leuk. Super fun, yay. Grapje. 10 heb ik nog los. Dus als ik bij 2 ben, dan moet ik even opzij kijken. Ja, perfect. Zo ben ik ook gewoon. Perfect. Oké, oh. Ik krijg ook al een beetje honger, zo te zien. Maar de meloenen doen het goed. En ik heb heel veel meloenen gekregen de afgelopen tijd tijdens het hakken. Die verhak, die moet daar niet staan. Zo. Doe 2 voor 2. Dat gaat wat sneller. Maar ik ben het momenteel ook op de survivor wereld aan het doen tegelijkertijd. Dat is wel een beetje saai. 2 keer mob farm bouwen. Ik kan ook op de survivor wereld eerst even. Oh. Ja. Met een farm beginnen ofzo. Dan doe ik dat later. Dat kan ook. Oh joh, de wolken zijn er gewoon onder. Check daar de wolken. Alleen het ziet er wel heel raar uit. Half 3D, half niet 3D. Peter kan ik ze uitzetten aangezien het best wel stoned eruit ziet. Oké, hoe ver ben ik al? Oh, ben ik klaar. Hopelijk gaan we wel mobs opspannen. Oké. Dat was niet de bedoeling. Misschien als ik een driehoog maak, dan krijg ik ook Endermans. Dat is stoer. En de pearls. Niet dat ik er heel veel aan heb. Oh, iets te ver. Oh, ik kan hem. Oh, misschien krijg ik. Of is het de. Oh, daar heb ik alleen de rand omheen gedaan. Oeps. Zo. Oh. Doe wel veel fout. Sorry. Wat zou ik nog meer op deze wereld gaan doen? Op zich kun je niet echt heel veel nu meer doen. Ik kan nog een farm. Ja, de farm ga ik sowieso uitbreiden. Ik ga dit hele plot uitbreiden. Dat ik meer ruimte heb. En meer van dat water. Alleen. Dit lijkt best wel weinig dirt. Of zit er nog heel veel in de chest? Dat weet ik niet.
De boek sta ik even kijken. Ik dacht altijd dat ik wat meer, dat wat meer dirt bij zat. Maar dat kan ook bij mij liggen. Nee, stom van ding. Oh, volgens mij krijg ik nu extra lek omdat hij alle blokjes hieronder ook moet updaten. Dacht ik. Dat is meestal bij de laatste zoveel blokjes. Of al eerder. De zon komt er al op, ziet er heel raar uit. De regen is wel stopt. Oh, echt vreselijk. Pat, pat. Zo, je valt wel mee. Wat blokjes bijhalen. Beter kan ik hier wat water in doen, want anders moet ik dit via de trap naar beneden. Oeh. En volgens mij was er ook een manier om dieren te krijgen. Maar ik weet niet precies hoe. Oké, hoeveel heb ik nu? 22. En nog dirt? Nee, ga je daar steunen. Maar ik heb wel heel veel oakwood. Voor de trapdoors. En dan ook wat gaan bijhakken van de cobblestone. Het gaat best lang duren. Maar ik heb niet zoveel nodig. En dan ga ik gewoon met de farm beginnen nu. Dat is een beter idee, denk ik. Zo, wat heb ik nu? Ik had er maar een paar nodig nog. Eerst ga ik... Hey, wacht, hoe krijg ik dat water erboven eigenlijk? Oh ja, ik heb een emmer natuurlijk. Ik dacht al. Ik heb geen iron natuurlijk, want ik heb geen kaniek miner. Maar ik krijg in het begin altijd een emmer. Dat is wel handig. Oké, de emmer. En dan heb ik water nodig. Twee keer naar boven lopen. Daar kan ik ook. Maar ja. Twee keer naar boven lopen. Misschien staan er al dieren. Wacht, ik heb niks bij me. Ja, ik hoor wel van zombies. Ik ga voor de zekerheid even een zwaard binnen pakken. Misschien moet ik daar fakkels neerzetten of zo. Dat is wat beter met bouwen. Die neem ik alvast mee. En ik weet niet of Keep Inventory aanstaat. Dat vind ik wel fijner. Vooral bij zo'n wereld. Game Rule. Keep Inventory. True. Vast. True. Ja. Meloenen eten. Ik kom wel weer Jenna daarboven. Wow, god. Flikker. Oh mijn god. Oh, kijk, ze vallen allemaal op. Savage. Oh, oh ja, ze krijgen een disc daarvan, hè. God op. Oh yeah. Een disc. Niet dat ik er wat van heb of zo, maar ik heb een disc. Zomaar onverwacht, uit het niets. Gast. Jesus. Dat is een insta-kill. Kom dan. Blijf hier staan. Kom maar. Kom dan. Vats, vats. Hiero. Ja, daar komt de spin. Ik heb wel een beetje low health. God. Oh, 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 dit zit er veel. Nou, hij doet het goed. Dat is wel... Nee! Keep inventory. Dan. Oh. Ah, mob briefing. Moet ik ook vast. Ah. Game rule. Nee, game rule. Dan kom ik even. Mob briefing. Mob briefing. Vals. Ah, dat is wel shit. Nee. Ik ga niet. Oké, daar ging een mooie vorm. Trollalala. Kom dan. Nog een music disc. Wow, dat is echt wel... Vierde naast. Oh god!
Oeh. Nee. Deze doet het veel te goed, man. De beste die ik ooit gemaakt heb, waarschijnlijk. Oké, daar komt een creeper lekker langs. Ik kan hem iets hoger moeten maken, denk ik. En daar ging al mijn spul. Cobblestone. En zo te horen heb ik geen achtergrondmuziek, dus die zet ik even aan. Dat is beter. Kom hier, shizzle. Nou, ik heb wel. Nee, ik heb niet genoeg. Ik moest ook dat gat boven opvullen. Misschien staat hij nu een beetje te hard, dat weet ik niet. Maar ja, maakt niet uit. Kom maar hier, bitch. Oh ja, mijn ladders zijn ook al. Oh, die heb ik er maar eentje. Als ik een trappetje maak. Huh? Wat? Oké. Sommige beesten hebben meer levens dan anderen. Wat? Oh, de boven stond hij op ontploffen. Natuurlijk. Oké. Ik ga naar boven doen. Gewoon dat ik hardcore ben. Nee, nee hè? Nee. Net niet. Wow. Holy shit, oh ja! Oh mijn god. Maar nu wordt het dag, dus nu verbranden ze wel. Kom dan. Spin. Waar is het die? Krijg. Hey, een kip. Raw chicken. Dat is een eieren drop of zo. God, ik ben echt slecht. Oké, nu weet ik echt niet wat ik moet doen. Ik had gewoon vakkers moeten plaatsen van het begin al. Dit is echt niet handig. Nu heb ik de helft van mijn kop dan weer verspild aan deze stomme trap. Deze kan ik natuurlijk wel weghalen. Die heb ik niet meer nodig. Zo. Die kan ik niet pakken. Oké, dit is gefixt. Die kan weg, want dan kan ik het beter oppakken als daar wat valt. En dan kan ik weer verder hopelijk, als daar geen zombies zijn en beesten. Moet ik even uitkijken. Waarschijnlijk staan er nog best wel veel. Oké, kom op. Nee, niks meer. Fijn. Oké, is dat gat opvullen? En dat was aan die kant ergens. 9. Oh, daar heb ik niet genoeg voor. Wow. Minstens als de laatste nog erger. Oké. Dus moet ik toch. Kom precies uit. Ik kan me gewoon dood laten vallen. Zo. Wat water. Hey, pompoen is klaar. Dat is de eerste pompoen. Pumpkin. Water heb ik. En cobblestone. Ja, ik moet nog wat cobblestone. Ik ga nog heel even door en dan stop ik deze aflevering, want hij is al aardig lang bezig, denk ik. En alvast bedankt voor het kijken, of als ik vergeet te zeggen. En tot de volgende aflevering van Minecraft Skyblock. Even nog naar boven toe. Om dat water te fixen. Maak even infinite water source. Maar we weten nu dat dit ding het er aardig goed doet.
Het liefst planten, nee, kan het niet. Ik houd hout mee, dus ik maak ook nog even wat van die... Kijk, oh, dat viel mee. Ik dacht de laatste heeft het meeste lek, maar dat is dus niet zo heel erg. Oké, ik maak even een kleine infinite water source, dat ik niet naar beneden hoef te lopen. Daar. Nog wat. Moet daar. Als het goed is, stroomt daar naar beneden, of wel? Als ik daar nog een blok neerzet, niet. Zo. Moet deze wel weg. Ik wil dat blok gewoon hebben. Hop. Ja. Yeah. Nou, hij begint al aardig op te lijken op een mobvorm. En zo kan deze. Kunt deze ook weg. De pickaxe natuurlijk. Ik kon de blokjes wel hebben. Ah, ik wil weg. Nou, bij de volgende... niet de volgende aflevering, maar de volgende nacht. Dan gaat het een stuk beter doen, denk ik. Nog een gat uithakken. Die ook dicht maken, ja. 4 stacks ongeveer. En dat doen we zo. Zo. Doen we aardig wat trapdoors. Niet genoeg waarschijnlijk, maar we hebben genoeg. Naar beneden toe. Deze kant ook. We moeten wel even een randje maken. Zo. Oh, shift. Klik. Maar dat zien we allemaal nog wel. Ik doe hier ook even trap door om te voorkomen dat die beesten niet in dat gat gaan. Hop. Nou, ik kan nog aardig veel doen met 7, ik bedoel 40 trapdoors. Ik zal naar beneden doen, want het heeft nog geen zin. Dus als die. Waar ben ik? Nee, nou, never, never. Kant omhoek, ja. Yeah. Jumpen we even daarheen. Naar de crafting table. Zo. En we maken nog even een paar. 20. Misschien heb ik wel genoeg al voor deze 3 rijen. Nee, waarschijnlijk niet. Er komt een paar tekort. 3. En voor hier nog één. Nee, daar ga ik geen doen. Ofwel, nou, eigenlijk heb ik dit helemaal niet meer nodig. Oh jawel, als ik hier naar boven kom, dan moet ik er wel uitkomen natuurlijk. Ik heb wel 2 discs verdiend, dat vind ik wel cool. Dan heb ik helemaal links staan in deze wereld. Nog wat, 4. Zo, en dan nog 2. En ik heb genoeg om dit te opvullen. En... dan zijn we klaar met het begin. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Tot ziens.